Wij zijn bezig, broeders en zusters, met de bespreking van het uh, korte briefje Filemon. Dus ik stel voor dat we eerst daar naartoe gaan. Timotheus Titus Filemon. Dus vrij achter in de Bijbel. We hebben inmiddels uh, deze brief, het is een serie. Deze brief uh, geheel besproken wat betreft uh, het historisch verband. Wat betekende dit briefje letterlijk in het verleden? Dat een slaaf wegliep bij zijn baas en die slaaf heette Onesimus. Hij was onnuttig voor zijn baas, er is waarschijnlijk oneenigheid ontstaan. Hij was niet alleen de slaaf van Philemon, het was ook nog zijn vleeselijke broer. Nou, ruzies in de familie, ja, dat komt in de beste families voor, hè? Maar goed, dat klikte niet en Onesimus is weggelopen. Op de een of andere manier is hij in de gevangenis bij Paulus terechtgekomen in Rome. Uh, ja, ik zou bijna zeggen, als ik in de gevangenis terechtkom... dan wil ik wel in zo'n gevangenis terechtkomen. Maar het was namelijk in een huis dat hij twee jaren lang huurde. En iedereen mocht bij wijze van spreken op bezoek. Onesimus kwam bij hem... Paulus verkondigt hem het Evangelie en Onesimus, de weggelopen slaaf, komt daar tot bekering en wedergeboorte. Paulus gaat met hem praten en zegt: Jongen, ga terug naar je meester. En daar gaat die brief over: dat Paulus Onesimus aanbeveelt bij Philemon om hem weer terug te nemen. Nu niet als onnutte slaaf, maar als nuttige slaaf. Niet alleen als vleeselijke broer, maar juist ook als een broeder in de Heer. Ja, vleeselijke banden is toch nog iets minder dan geestelijke banden. Hè? Geestelijke banden zijn eeuwig. Je, je kan hier uit elkaar gaan, je kan elkaar misschien nooit meer zien, maar in de hemel ontmoet je elkaar weer. Hè? Als we ook de Heer zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Nou, uh, uh, waarom Onesimus wegliep, hoe, hoe dat allemaal ging, in zijn werk ging, daar hebben we het over gehad. Maar dat is niet de reden waarom dit briefje in de Bijbel staat. Want uh, nou, wij zoals wij hier zitten kennen sowieso geen slaven meer. Hè? Nou, dat gaat lekker met die. Uh, bijzonder. De Duivel wil ons afleiden. Uh, waarom staat dit briefje in de Bijbel? Hè? Dat is eigenlijk de vraag waar we de vorige preek mee begonnen waren. Niet vanwege die historische letterlijke betekenis. Van we mogen geen slaven houden als je ze hebt, moet je ze loslaten en verwijzen naar de, naar de wetten over slavernij in het Oude Testament. We hebben het toen gezien, en daar gaan we vanmorgen mee verder. dat het gaat om de geestelijke betekenis van dit briefje. Om de overdrachtelijke, typologische betekenis van dit briefje. Dus in verband met allerlei zaken. Ook in verband, uiteraard, met de gemeente. Maar we gaan daarmee verder. Ik ben geëindigd met te de... zeggen. Ik had jullie een beetje huiswerk meegegeven. Nou ja, ik ken mijzelf nog vroeger van school. Ik ging liever voetballen dan huiswerk maken. Dus misschien heeft niemand van u dat gedaan. Maar er staat een woord. In dit briefje aan Filemon. die wij ook in een ander schriftgedeelte tegenkomen. En van daaruit wil ik beginnen met de overdrachtelijke betekenis te bekijken van dit briefje aan Filemon. En daarvoor gaan we naar Romeinen 3. Romeinen hoofdstuk 3. Heel bekend hoofdstuk. En we lezen vanaf vers 10. Nou, belam maar vanaf vers 9, want daar begint mijn pedicopium. Ik lees uit de Statenvertalingen. Wat dan zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één. Toe. Wat wordt hier besproken? De situatie, de positie van de natuurlijke ongelovige mens. Luister wat ik zeg. Ik zeg niet van de ongelovige heidenen. Van de ongelovige mens, dus heidenen en Joden. Dit is de natuurlijke positie, ook vandaag, van de natuurlijke mens, de ongelovige mens. Heidenen en Joden hebben natuurlijk de hele mensheid bij elkaar. Tezamen zijn zij onnut geworden. Nou, geef even naar Filemon vers 11. Het gaat over Onesimus, die eertijds u onnut was. Maar nu en mij zeer nuttig, de welk ik wedergezonden heb. Ja, zeer nuttig. Onesimus was inmiddels tot geloof gekomen. Tezamen zijn zij onnut geworden. Weer Jood en heide. Ik, ik, het is helemaal prima om het Joodse volk lief te hebben. Ik vind dat ergens ook wel logisch voor gelovigen, voor christenen. Niet omdat dat volk wat er nu is zo gelovig is en de Messias accepteert. Integendeel, maar wel omdat onze Heer en Verlosser natuurlijk uit dat volk geboren is. Hè. Dus ik heb dat volk lief. Maar ik zie echt wel de fouten van dat volk en de zonden van dat volk. Het is vandaag lo-ami. Lo-ami. Niet mijn kind. Nou, dat moet je niet tegen alle hebben zeggen, want dan worden ze boos of dan krijg je felle discussies. Maar het is echt vandaag Lo-Ami. Niet mijn kind, Lo-Rougama, niet mijn volk, maar het zal Ammi en Rougama worden. Hè? En het staat hier duidelijk. Er wordt gesproken over de positie van de natuurlijke mens. Allen zijn zij afgeweken. Iedereen, Heiden, Tezamen zijn zij. En daar heb je het woord, ook in Filemon. Onnut geworden. Als één blok. Jood en heide. Waarom zijn ze onnut geworden? Staat er gewoon achter. Dat is altijd wel ma makkelijk. Niet altijd. Als je aan Bijbel stuurt of zelf de Bijbel leest. en je hebt de vraag. vaak staat het antwoord in de directe omgeving. Ze zijn tezamen onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Nou, je zal zo'n werknemer hebben. of je zal zo'n slaaf hebben. die geen goed voor je doet. Nou ja, dat was zo voor Philemon in verband met Onesimus. Hij was onnuttig voor hem. Hij deed dus blijkbaar niets goeds voor Filemon. Ik denk, als vleeselijke broers zijnde, dat die Onesimus dacht... jij bent mijn broer, ik ga lekker mijn eigen weg. Oké, okay, ik krijg bij jou onderdak, ik krijg eten, misschien een beetje centjes. En uiteindelijk loopt het natuurlijk uit de klauwen. En Onesimus is er van doorgegaan. Een onnuttige slaaf doet namelijk geen goed... Geen enkel ding goed. En ik denk ook dat Onesimus in de ogen van Filemon helemaal niets goeds deed. Nou, ik denk dat hij misschien wel eens wat goeds deed. Maar weet je, als je boos bent op een ander... als je vreselijk geïrriteerd bent of, of, of je irriteert aan een ander... kan die persoon nog maar weinig goed doen en vaak helemaal niet meer. Dat is ook vaak met een preek zo. Er zijn mensen niet eens met één zinnetje uit een preek... en dan zeggen ze, ik heb helemaal aan de preek niks gehad... Dat vind ik wel een hele slechte instelling. Dat vind ik een zwakke instelling. Je hoeft het niet allemaal met een preek eens te zijn. Maar haal eruit waar je wat aan hebt, waardoor je opgebouwd en bemoedigd wordt. Daar gaat het toch om? Maar in, in gods oog is het wel zo. Jood en heiden, natuurlijke mens, is onnuttig voor hem. En niet dat ze nog een beetje goed voor God kunnen doen. Ze kunnen helemaal geen goed doen voor God. Want het gebeurt allemaal in ongeloof. En vanuit de vijandschap ten opzichte van het kruis en ten opzichte van de Heer Jezus Christus. Dus er wordt hier in Romeinen 3 een beschrijving van de natuurlijke mens gegeven, die precies tegenovergesteld is aan het ideaal van wat God zich met de mens gesteld had. Ik zeg niet dat God op beter had gehoopt. God wist natuurlijk van de zondeval en dat de mens van hem zou afwijken. Maar God had wel en heeft wel een ander ideaal met uw leven dan u misschien nu praktiseert. Dat zou heel goed kunnen. En waar het hier om gaat is dat de mens inderdaad van God is afgeweken. Hij is als het ware weggelopen. Moet ik u voorbeelden geven van wat er de afgelopen week allemaal is gebeurd in de wereld, in Nederland? Aan onnuttige dingen, en, en dan druk ik me eufemistisch uit, aan goddeloze dingen. Ik dacht er vanmorgen nog aan. Ik dacht, zou het vandaag minder erg zijn dan in de dagen van Sodom en Gomorra? Ik heb de indruk dat het vandaag erger is dan in de dagen van Sodom en Gomorra. En die, werden, die steden werden omgekeerd. Het oordeel van God zal eens komen, hè. Het zal eens komen. Het principe is, broeders en zusters, en we zijn dus bezig met de overdrachtelijke betekenis van het briefje van Paulus aan Filemon. Dat is dat God de wereld, de schepping, dus inclusief zeg maar de kosmos, inclusief het heelal, maar dus ook ons, de mens die een onderdeel is van die schepping, gemaakt heeft. Waarom? Waarom is de mens door God geschapen? Waarom heeft God überhaupt alles geschapen? Opdat die schepping Hem zou dienen. Een slaaf. Onesimus was op de een of andere manier een slaaf van Filemon geworden. En hij was een slaaf. De slaven waren er in de tijd om de meester te dienen. Zo ben ik geschapen om Christus te dienen. Anders gezegd. Precies zoals God de vrouw maakte tot hulp van de man. Precies hetzelfde verhaal. Daar, daar kunnen we een hele preek over houden. op een serie. Dat gaan we niet doen. Maar zo is de schepping gemaakt. Tot hulp van de schepper. Tot hulp van de Here God. En we kunnen daar allemaal heel diep op ingaan. Maar ik haal het even in het algemeen aan. Veronderstellen dat de meesten van u wel met deze, deze gedachtegang bekend zijn. Dat hoop ik dan maar. Hè? Maar het is nu eenmaal zo. Dat de schepping het eigendom is van de Schepper. Is toch logisch? Waarmee de schepping dus de slaaf is, de lijfeigene is van de Schepper. Als je aan de ene kant de Schepper hebt en aan de andere kant heb je de Schepping, van wie zou die Schepping dan zijn? Toch van de Schepper? Daar zit toch helemaal geen Frans of iets onduidelijks bij. En anders gezegd, de schepper heeft de schepping gemaakt. Aan wie zou de schepper, als die niet van hem zou zijn, die schepping, aan wie zou hij dan die schepping moeten geven? Van wie zou die schepping dan anders zijn dan van de schepper? Nou, dat gebeurt niet. De schepping blijft altijd van de schepper. Dat de duivel vandaag de dag de overste der wereld is... Hè, en, en de baas is in praktische zin over de schepping. Oké, okay. in juridische zin is God dan natuurlijk maar ook altijd gebleven. Omdat hij de schepper is. De schepping is dus het eigendom van de schepper... met het doel om de schepper te eren en de schepper te dienen. Maar dat geldt dan ook voor ieder mens. Ook voor ons. Wat blijkt er nu? De schepping blijkt onnutten zijn. Het gaat er namelijk om dat de schepping is afgeweken van de schepper. Oftewel dat de dienstknecht, de slaaf, is afgeweken van zijn heer of van haar heer, moet ik eigenlijk zeggen. De wereld is altijd vrouwelijk ten opzichte van de heer. Hè? Maar dat is wat er gebeurd is. De schepping en de mens is afgeweken en is weggelopen bij de schepper. En daardoor is de schepping onnut geworden. En dat is wat er met de mensheid gebeurd is volgens Romeinen 3. U moet Romeinen 3 gewoon maar eens een keer lezen. Wel een heel bekend hoofdstuk. Maar het is niet alleen met de mensheid gebeurd. Het is wel degelijk ook met Israël gebeurd. Zit al volop in de typologie, hè? Meer u duurt? Het is ook met Israël gebeurd en met de kosmos al zodanig, inclusief het hele Al. Het is allemaal van God afgeweken. Het is allemaal bij Christus vandaan gelopen. Sommigen schrikken als ze deze uh, dingen horen. Um, maar ja, soms twijfel je of je dingen moet zeggen, omdat het misschien verwarring uh, schept. De mensheid is onderdeel van de schepping. Die beiden zijn niet heel goed uh, te splitsen, mensheid en schepping. Hè. Ze zijn natuurlijk allebei geschapen. Maar zelfs toen Adam geschapen werd in Genesis, werd hij geschapen uit wat? Uit het stof van de aardbodem. Dat wil zeggen dat hij gemaakt werd van een grondstof die al deel uitmaakte van een wereld die gevallen was. Wij denken dat Adam al gevallen was bij de zondeval. Maar Adam had de mogelijkheid om een zondaar te worden, niet alleen vanwege zijn vrije wil, maar omdat hij uit de aarde aards was. Die wereld in Genesis was geen volmaakte wereld. Oké, okay, er staat dat de dingen goed was en zeer goed is niet volmaakt. Een volmaakte wereld kan nooit in zonde vallen. Volmaakt is volmaakt. Compleet zondeloos. De Heer Jezus was volmaakt. Daarom kon hij niet zondigen, had die zonde natuurlijk ook niet. En wij zijn volmaakt in Christus. Daarom, vanuit Gods perspectief bekeken, zijn wij volmaakt en dus zonder zonde. Dat is wel heel prettig, hè? Dat God ons aankijkt in de Heer Jezus Christus. Ik wil er toch even met u naartoe. 1 Korinthe 15. En dat zijn misschien wat dingen die gaan wat diep, maar denk er maar eens over na. 1 Korinthe 15, vers 47. Even vers 46. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards, en de tweede mens staat gelukkig met een hoofdletter, mens gaat om Christus, is de Heer uit de Hemel. Zou dat eerste gedeelte zou dat positief zijn? De eerste mens is uit de aarde aards, ik denk het niet, hè? Want dat wordt juist tegenover elkaar gezegd. De eerste mens, Adam, is uit de aarde en dus aards, niet hemels. De tweede mens is geestelijk en is hemels. En wij zijn gelukkig uit die tweede mens geboren. En dus niet meer aards, maar hemels en geestelijk. En, en ja, als je hier niet mee bekend bent, met, met, met ja, laat ik zeggen, deze leer, dan schrik je daar uh, misschien van. Maar voor mij is dit wel het geval. Het wordt negatief gerekend. Dat de mens, als hij geschapen werd uit de stof der aarde, dat die mens uit de aarde aards is, dat is negatief in de Bijbel. Toen had de zondeval nog niet eens plaatsgevonden. En hij werd uit de aarde genomen, voordat de mens zondaar werd uiteraard. Toen Adam geschapen werd uit de stof der aardbodem, had hij nog niet gezondigd. Maar het wordt al als negatief gezien, omdat dat stof der aardbodem het stof was van al een gevallen wereld. Geen volmaakte wereld. En ik geloof op grond van de Bijbel dat de mens uit de aarde aards is. Nou ja, dat geloof we allemaal, want dat staat er gewoon, uit de stof der aardbodem gemaakt is. Maar daarom ook de mogelijkheid had om een zondaar te worden. Even los van zijn vrije keus die hij had. En wat de mens negatief wordt aangerekend, is dat hij een zondaar is. En het wordt Adam al negatief aangerekend dat hij uit de aarde aards was. Adam moest ook geloven om gerechtvaardigd te worden door God. En het wordt, ja laat ik het zo zeggen, het wordt hem voornamelijk aangerekend. Adam, dat hij uit de aarde aards is en dat is waarom het misging. Wij denken echt bij de zondeval dat hij van die vrucht had, maar het ging al mis dat hij uit de aarde aards was. Wat ik nu bedoel te zeggen is dit: de mens maakt onderdeel uit van de schepping. En dat wat van de mens gezegd kan worden, kan ook van de schepping gezegd worden. Namelijk dat het weliswaar oorspronkelijk gemaakt is voor de dienst aan God. Namelijk om de schepper te dienen. Maar dat het vervolgens van diezelfde dienst is weggelopen. Onesimus liep weg bij zijn dienst die hij had ten opzichte van Philemon. En die schepping is daarvan afgeweken. Is daarbij weggelopen. Allen zijn zij afgeweken. Er is niet één die goed doet. Er is niet eentje bij, ja, even los van de heer Jezus Christus. Daar heb ik het niet over. We hebben het over de mensheid. Allen zijn zij weggelopen. Allen zijn zij afgeweken. Precies zoals Onesimus is weggelopen bij Philemon. Daarom staat dat briefje in de Bijbel. Om het toe te passen op, nou ja, alle eeuwen. Maar een geestelijke toepassing. Want zo is de schepping en de mens weggelopen en afgeweken van de schepper. En daarom zijn de mens, is de natuurlijke mens en ook deze wereld voor God onbekend. Nut. Ik zou bijna beginnen over een boekje van David de Vos. Ik weet niet of het hele geschiedenis meekrijgt. Ja, een, een belangrijke spreker bij de doorbrekers in Barneveld, een van de grootste kerken van Nederland, gaat het toch niet over hebben. Maar onnut geworden. Het is allemaal onnut geworden. En zowel, ja, let op wat ik zeg hoor. Zowel ongelovigen als gelovigen lopen weg bij God op zijn weg gelopen. Weg bij de Heer Jezus. De ene door niet tot geloof te komen. Dan ben je van God afgeweken, van Christus afgeweken, als je niet tot bekering en tot geloof komt. De gelovige, de ander door voor zijn eigen weg te kiezen in het dagelijks leven. Alleen maar voor je je eigen weg kiezen. Je mag genieten van de dingen die je hier ontvangt in de wereld. Hè? Je mag de Heere God, als je dat kan en die vrijmoedigheid hebt en die zekerheid hebt, mag je God voor alles danken wat je eet en drinkt en, 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 en wat je doet. Maar je bent als gelovige voor die Jezus onnut als jij je eigen weg bewandelt. En dat denk je toch weer, die hebben we ook al aangehaald, aan Demas. Dat was een, een, een medearbeider, hebben we gelezen in Filemon bij de groeten: een medearbeider van die Jezus. En in de tweede Timootjesbrief lezen we dat hij is afgeweken, de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Toen heb ik ook gezegd: broeder en zuster, wees geen gelovige die de tegenwoordige wereld liefhebt, want u zult onnut voor Christus zijn. Als je als gelovige alleen maar je eigen weg gaat, je vleeselijke weg gaat. Kun je voor God, wat je ook doet, niets goed doen? Je kan bidden, je kan de samenkomst bezoeken. Maar als het niet is vanuit de zuivere motivaties en het verlangen om Christus te dienen, is het niet voldoende om te bidden. Het, zelfs het gebed zal onnut zijn. Ik denk dat er zoveel verkeerd gebeden wordt. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen in een dienst zitten die toch onnuttig zijn. Het is altijd goed om in een dienst te zitten. Ook als je een onnuttige slaaf bent of dienstnecht van de Heer. Ook van een Omdat als het goed is, dan kom je onder het woord van God. Onder het Evangelie. En dat is voor iedereen goed. Maar dat iemand in de kerk zit, op een Bijbelstudie bezoekt. of zelfs preekt. wil helemaal niet zeggen dat hij nuttig is. Het gaat om de gesteldheid en de gerichtheid van je hart. Ik zou van de preek van vanmorgen een evangelisatiepreek kunnen maken. Maar we zijn hier in ons eigen huis, mag ik het zo zeggen? We zijn hier in ons eigen huis. We zijn afgezonderd juist van de wereld. We zijn vanmorgen afgezonderd van de maatschappij. En daarom zeg ik dit ook naar jullie toe, die onderdeel zijn van het huisgezin van God. De boodschap van vanmorgen is niet voor de wereld. En de evangelisatieboodschap is niet voor in de gemeente. Ik zeg niet dat het niet mag. En het is mooi als er een keer een gelovige is, maar ik weet nog wel toen ik hier voor het eerst kwam, of de eerste periode, dat ik hier evangelisatiedienst heb gehouden, hier in deze gemeente. Met name in de zondagavonddienst en ik wist, het zijn allemaal gelovigen. Ja, dan hou je toch een preek voor niks, denk ik dan. Natuurlijk kun je er een draai aan geven dat je er als gelovige ook nog wat mee kan. Maar de evangelisatieboodschap is voor buiten, maar wat we vanmorgen horen is zeker ook voor binnen. Ook een gelovige kan niets goeds doen in de ogen van God. Dat, dat, dat is een hele ernstige waarschuwing. Hè? Een gelovige kan onnut zijn in de handen van Christus, omdat hij alleen maar gericht is op de wereld en op zichzelf. Demas was onnut voor Paulus. Kon geen goed meer doen voor Paulus, omdat hij de tegenwoordige wereld had liefgekregen. Hoe staat het met ons praktisch leven? Daar gaat het eigenlijk om. Natuurlijk, we zijn behouden door geloof en uit genade. Altijd een kind van de Heer. Dat is het verzoeningswerk van de Heer Jezus. Hoeft u niet aan te twijfelen. Het is zijn werk. Maar het gaat om je praktisch leven. Is het een nuttig instrument? En je zit dan in de kerk. Misschien vanmorgen. Misschien één, één, één van jullie. Maar misschien is je leven op het moment een leven van weglopen van Christus en zijn woord. Leest u vanmorgen misschien? Ja, het zijn gewoon uh, symptomen hè, van, van een van God afgeleid uh, leven. Leest u nou voor het eerst weer samen met mij de Bijbel? heeft hem hoop ik toch wel één of twee of drie keer afgelopen week gelezen. Is ook wel symptomatisch. Als u voor het eerst sinds afgelopen zondag nou weer een stuk uit de Bijbel leest. Dat zegt wel wat. We mogen honger hebben naar het woord. Ja, het staat allemaal niet in de preek, maar maakt niet uit. Honger hebben naar het woord, honger om in de aanwezigheid te zijn van Christus, om hem aan te roepen. Ook in gebed, ook woensdagavond hebben we de mogelijkheid weer om hem samen te zoeken in, in dankzegging, voorbeden, aanbidding. U kunt hier nu zitten. Maar misschien bent u afgeweken, weggelopen van Christus en zijn woord op dit moment. Is dat misschien al een week zo, een weken zo, misschien al maanden zo? Dan doe ik een oproep aan je om je alsjeblieft om te draaien. Dat kan als gelovige, we hebben het wel eens over een dagelijkse bekering. Draai je dan om, zoals de verloren zoon weer terugkeerde naar de vader. Hè? Draai je om, keer terug naar je schepper. Keer terug naar je heer, keer terug naar je hemelse meester. Dat, dat, dat moeten wij ook wel doen als gelovigen. En als je dat doet, word je in de handen van de Heer Jezus, net als Onesimus, weer nuttig. Zult u weer bruikbaar zijn voor uw heiland. En voor uw hemelse Heer als een nuttig instrument. Iemand die door geloof tot bekering en wedergeboorte is gekomen. is in principe een nuttige dienstknecht. Zolang je dat niet doet, niet tot bekering komt. zul je ook nooit een nuttige dienstknecht kunnen worden. Maar zodra je hebt gekeerd tot de Heere God. en, en de Heer Jezus Christus. als je heiland en verlosser hebt aangenomen. ben je in principe een nuttige dienstknecht. Juist omdat je je heel fundamenteel teruggekeerd bent. teruggegaan bent. Naar de Heer Jezus Christus. Dat is heel belangrijk. Laten we dan ook in de praktijk van ons leven, als we misschien, en die momenten zijn er misschien altijd wel in ons leven hoor, kort en lang, maar als we van hen weggelopen zijn, ons omdraaien en weer terugkeren tot het Woord en terugkeren tot de Heer Jezus Christus. Dus de mens maakt onderdeel uit van de schepping. En dat wat van de mens gezegd kan worden, kan ook gezegd worden van de schepping. En andersom natuurlijk. Beide afgeweken, beide onnuttig. Beide kunnen niets goeds doen ten opzichte van de levende God. En vraagt u het maar eens aan de eerste, de beste ongelovigen. Denkt u dat u behouden bent? Ja, want ik, ik doe goed. Daar komt het al op aan. Ik kom daar zometeen nog even op terug, op de daden. Beide, de mens en de schepping, waren oorspronkelijk gemaakt om God de schepper, de Heer Jezus Christus te dienen. Maar we weten inmiddels wat er gebeurd is. Ik herhaal het ook weer een beetje. Beide zijn van de dienst afgeweken. We hebben het gelezen, in Romeinen 3. Uiteindelijk is alles wat God geschapen heeft van hem afgeweken. En dit vinden we dus prachtig, prachtig geïllustreerd in het weglopen van de slaaf Onesimus bij zijn meester Philemon. Daarmee is Philemon een type van God. Voor mijn part een type van Christus. Dat lijkt mij duidelijk. En zoals die slaaf wegliep, precies zo is de mens weggelopen. Precies zo is de schepping weggelopen. Precies zo is het schepsel afgeweken. En dus afgeweken bij hun heer en meester. En vanwege dat weglopen is die schepping onnuttig geworden. De verloren mens kan niet, niets goed doen in de ogen van een heilig God. Maar, in dit rijtje wil ik dus ook Israël plaatsen. Ook het huidige Israël. Dat wat Israël doet, ook de orthodoxe Joden. Ze geloven niet in hun Messias, ze accepteren niet in Jezus als hun Messias. Alles wat dat vol doet, hoe gelovig en religieus het soms ook lijkt. Ze kunnen niets goed doen voor God en zijn onnut voor God. Dat volk wordt pas nuttig als het in de toekomst bij de komst van Christus op de lijfberg tot wedergeboorte is gekomen. En dan gaan die 144.000 ook de wereld in om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Nou, dan zijn ze nuttig hoor. Dan doen ze geweldig prachtig werk. Namelijk be-evangeliseren van de wereld. Dus het geldt precies zo voor Israël. Het is hetzelfde verhaal. Het is hetzelfde principe. En dit hele verhaal, dit hele principe, deze hele lijn... kunnen we zelfs doortrekken dus al naar genesis. De Bijbel is zo'n mooi boek. Vormt een eenheid, oude en nieuwe testament, niet van elkaar splitsen. Ah, het oude testament, dat was voor vroeger, dat is voor Israël... dat is niet voor de gemeente... Ik kan zoveel leren, zoveel geestelijke lessen uit het Oude Testament, uit die prachtige verhalen die we daar lezen. Natuurlijk is het ons tot waarschuwing en voorbeeld en lering gegeven, ook dat volk Israël. Dus dat hele principe vinden we al terug, dat begint al, die hele lijn in het boek Genesis. Want wat er in de brief aan Filemon gezegd wordt, is dat Onesimus eerst al onnut was. Daar begint het mee, hè? Hij is onnuttig. Nou, dan krijg, dan krijg je trubbels. Zowel als uh, verhouding meester en slaaf als vleeselijke broers. Als, als broers ruzie krijgen, nou ja, dan is de een onnut voor de ander en de ander misschien ook voor de een. Onnut geworden, wat doet hij vervolgens? Hij loopt weg. Ja, er is dikke, dikke ruzie geweest, dat weet ik nou al. Dikke bonje geweest tussen die twee. Hij is afgeweken, dus, Onesimus. Maar in zijn afwijking is hij tot geloof gekomen en daarna wordt hij teruggestuurd naar zijn oorspronkelijke meester, die dan ook nog zijn vleeselijke broer is. Maar goed. En precies zo was en is het met de wereld. Wat weet ik aan de hand van Filemon? Dat de schepping eens terug zal keren tot God. Laat ik het zo zeggen, de schepping zal wedergeboren worden. Een totaal nieuwe schepping, totaal andere wereld. En zie, ik zag nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Precies zo zal het gaan met de mens. In ieder geval is het zo met ons gegaan. Van God afgeweken, wilden niets in het begin van hem weten, maar we zijn teruggekeerd naar onze meester toen we het evangelie hoorden en we zijn tot bekering en wedergeboorte gekomen. Precies zo gaat het met Israël. Het lijkt ingewikkeld dat verhaal, omdat het om verschillende aspecten gaat. Maar het principe is hetzelfde. Precies met Israël, het is van God afgeweken. Het was Gods volk in het Oude Testament. Nou, het week heel vaak af. Maar goed, God greep dan in he, met richters en volkeren die vielen het land binnen. Maar vandaag aan de dag leeft dat volk in ongeloof. Het is van God weggelopen, van zijn meester weggelopen. Zie hetzelfde verhaal in de toekomst, zal het terugkeren tot haar meester. Ze zullen de naam des Heren aanroepen. En ze zullen weer nuttig worden. Ze zullen weer goed kunnen doen. Maar tot op vandaag beantwoordt het allemaal niet aan de verwachtingen van God. Daarom zijn ze ook afgeweken, weggelopen als het ware. Alles heeft zich afgekeerd van de schepper. Maar via die weg van afkering. Via die weg van weglopen. heeft u een ontmoeting gehad met iemand die u het woord heeft voorgehouden. En u hebt dat woord gehoord en gelezen. En u bent teruggekeerd. U bent teruggekeerd. Maar dat gaat gebeuren met de schepping. en het gaat ook gebeuren met Israël. Vandaar ook dat deze brief aan Filemon. dat maakt het ook zo'n mooi briefje. Feitelijk de uitbeelding is van heel Gods verlossingswerk op alle niveaus. Dat kun je allemaal lezen in filemon. Maar dan moet je je niet alleen bezighouden met de letterlijke historische betekenis. Omdat het allemaal werkt via hetzelfde principe. Je bent afgeweken, je moet sterven, en je moet opstaan in Christus, en je draagt vrucht. Het is allemaal precies hetzelfde principe. En in Romeinen 3 vinden we dus vermeld dat de mensheid in haar geheel, dus de mensheid, maar daarom ook de mensen individueel, in de, de mensen het bijzonder, onnut is geworden, want ze zijn afgeweken in plaats van dat ze juist de Heer dienen. Onbruikbaar in de handen van de schepper. Ik wil nog even met u lezen de versen 13 en 14 van Romeinen 3. Moet u eens goed meelezen. Dat gaat dus over die mensen die eh, niet verstandig zijn, die God niet zoeken, die allemaal afgeweken zijn, te samen nut zijn geworden. Niemand is er die goed doet, ook niet tot één toe. En dan staat er in vers 13: Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvernein is onder hun lippen, heen slang, slang, slangen. Zo even heel kort op terug. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Is het u opgevallen? Dit vers, deze twee versen. Ik heb het gelezen. We hebben vier keer gelezen over de zonde die de mens met zijn mond doet. Hun keel met hun tongen, hun lippen welke mond. De zonde van de mond. Niet met zijn handen. Er staat hier niets over de handen. Het gaat hier over de mond. En uit hun keel komt alleen maar een doodslucht. Dus voor zover er iets geestelijks uit de mond van deze natuurlijke mens komt. is het de geest van de dood. Mag ik het zo misschien zeggen? Nou, hoor, hoor de politici. hoor de machtigen der aarde. maar hoor ook de mensen gewoon. Het is allemaal leugenachtig. Het is allemaal goddeloos. Het is allemaal onnut. Het is allemaal verkeerd. Met hun mond. En met de lippen spreekt de mens alleen maar leugens. Dus het spreekt over de leugenachtigheid van de mens. En hierbij heeft slangenvernijnen, want dat staat er, natuurlijk te maken met Genesis 3. Natuurlijk, dat verband wordt er hier gelegd. Het verband met de slang en de leugens van de slang. Hè. De slang wordt ook wel de duivel, wordt ook wel de leugenaar genoemd. De leugens van de slang, die blijkbaar ook door de mens verkondigd worden. De natuurlijke ongelovige mens wordt gebruikt door de Satan. Kan ook het geval zijn met gelovige mensen. Zoveel valse leer. Zoveel valse leer ook in de gemeente. En de leugen van de slang was: de leugen is het ook dat God gezegd heeft. Ja, de helft wat je zegt slang. Maar de andere helft klopt helemaal niets van. En daarom, welker mond is. Vol is van vervloeking en bitterheid. Dat is de situatie vandaag ook van de natuurlijke mens. Maar waarom staat er dit nou vier keer over die mond in verband met de mond? Waarom gaat het vier keer over het spreken van de mens? Heel eenvoudig. Wie is Christus? Wie is God? Hij is het woord. God die zelf spreekt. En alle dingen gemaakt heeft de Schepper, daar hebben we het hele over, de Heer en de Schepping, de slaaf. Alle dingen heeft Hij gemaakt door het spreken met de mond, door het woord. Verwacht dat degenen die adem hebben ontvangen, Hem zouden loven en eren met hun mond. Ik kan het eigenlijk niet korter zeggen vanmorgen, maar ik kan het wel verder uitleggen. Degene die geschapen zijn. De mens die geschapen is, heeft adem gekregen, roer gekregen, leven gekregen van de Heere God. God blies de adem des levens in die mens. Daarom staat er ook dat alles wat adem heeft, loven de Heere. Niet alleen de bekeerden die adem hebben, iedereen die adem heeft, loven de Heere. De mens, ieder mens die geboren wordt, behoort zijn adem te gebruiken om met zijn mond, namelijk in zijn spreken, de Here te loven. Met je mond. God, die het woord is, heeft gesproken en daarmee deze kosmos gemaakt. En Hij verwacht van iedereen die een mond heeft, dat die kan spreken, hè? En kan spreken, woorden spreekt tot eer van Hem. Nou, ik spreek wel eens woorden, ook wel eens op het werk, die zijn niet van Hem. Maar nou goed, dat, dat kennen we allemaal wel. Wij als gelovigen leven door wat Zijn mond is uitgekomen, Zijn mond is uitgekomen. En de bedoeling is dat wat uit onze mond komt, weer tot, let op het woord, tot nut is voor hem. Is ons spreken altijd nuttig? Is ons spreken altijd goed, tot eer van de heer Jezus Christus? En ik vind deze gedachte volkomen logisch. Volkomen logisch. Vandaar, ja, u, 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 u hoeft het er niet mee eens te zijn. Vandaar dat het er primair in uw leven. Luister hoor, want het wordt meestal anders gezegd. Niet zozeer gaat om wat u doet of wat een mens doet, maar het gaat erom wat hij zegt. Wat hij spreekt. En ik geloof dat het echt waar is. Met het. Met de tong, nee, hoe staat het? Met hart, geloof, met de tong, beleid. Er staat nergens met hart, en met de tong... Op, op, met je handen doe je goede daden, doe je goede werken... en moet je leven, overeenkomstig het woord. Wij zijn niet door onze goede daden behouden, maar wel door onze mond. Want met onze mond hebben wij beleden dat wij geloven in Heer Jezus Christus... als gestorven en opgestaande heiland. En je kan nog zoveel goede daden doen... maar als jouw mond niet beleidt dat Jezus Christus is Heer... Hè, ben je voor eeuwig verloren, andersom is het ook waar. Je kan als gelovige zondiger de, de vreselijkste zonde doen... als jij toch beleid met je vol hart of dat eens gedaan hebt... maar je hebt de wereld lief gekregen. Met je hart beleid dat de Heer Jezus Christus je heiland en verlosser is. Je kan haast niet geloven dat mensen dan volledig de zonde ingaan... maar goed, het gebeurt, vreselijke gelovigen. Dan ben je toch behouden. Het gaat om wat je met je mond beleidt, niet je daden... En dat is voor mij weer zo'n listig iets van de duivel. Die maakt de mensen in de wereld wijs. Joh, je moet goede daden doen. En dan word je voor God aangenaam. Doe dat nou maar, doe dat nou maar. Nee, je moet met de mond getuigen. Je moet toch door het gehoor tot geloof komen. Dan moeten anderen toch getuigen met de mond. Hoe kunnen ze horen indien het hun niet gepredikt wordt? De mond is vele malen belangrijker dan je daden. Het mooiste natuurlijk als het allemaal overeenkomt. Dat je daden natuurlijk ook in overeenstemming zijn met de Bijbel. Maar het gaat primair niet om uw daden. Het gaat primair om onze mond. En ik geloof dat dat echt waar is. En vandaar in Romeinen 3, vier keer in verband met de mond. En dan kun je nog zo goed leven. Maar als je lippen, je mond en noem het maar op wat er staat. Als dat, dat niet beleid dat Jezus je heiland en verlos, heeft, ben je voor eeuwig verloren. Het gaat erom of de mens in zijn woorden en spreken... ...beantwoord aan Gods wil. Niet eens in eerste plaats zijn daden. Hoewel dat natuurlijk niet aan de kant gegooid moet worden. Het gaat er namelijk om, want daartoe heeft God... Uh, ...u gemaakt en u geschapen... ...of de mens met zijn adem in zijn woorden God loopt. En hoe kun je dat beter doen dan door het evangelie te verkondigen. Dat is natuurlijk misschien wel het toppunt van de God-eren met je... Met je mond. Weet je wat de naam Timotheus betekent? Die naam betekent Godsvereerde. Namelijk iemand die God eert, die God looft, God groot maakt enzovoort. In de eerste plaats, op de allerbelangrijkste manier met zijn mond. En ieder mens behoort een Godlover te zijn. Elk mens behoort met zijn mond God te eren en God te prijzen. Ik had dat uh, uitgetikt en toen zag ik ineens Godlover, zag ik ineens het Engelse woord lover. Precies hetzelfde geschreven. L-O-V-E-R. Dus ik kan ook zeggen, ieder mens, en zeker als gelovige, behoor je een God, een Godlover te zijn. Dat, dat klinkt een beetje raar, lover is minnaar, maar de Heere God is mijn beminde, is mijn liefste. Is mijn geliefde. En voor de here God ben ik ook zijn beminde. Zijn geliefde. Zijn liefste. En anders gaat u het Bijbelboek Hooglied maar eens lezen. De verhouding tussen God en Israël. De bruid en de bruidegom. We mogen Godlovers zijn met onze mond in de eerste. Het allerbelangrijkste. En het is meegenomen als de daden daar een beetje aan beantwoorden. Nou, onze daden zijn vaak helemaal niet zo goed hoor. Ook als gelovigen. Die gaan zo vaak de mist in met onze daden. Maar we mogen hem prijzen en hem eren met de mond. Maar mogen we ook God lovers zijn? Dat hij echt onze liefste is. En de liefste staat natuurlijk op de eerste plaats in je leven. Hè? En elk mens behoort dus God te prijzen. Met zijn of haar mond. Volgende week verder, zo de Heer wil. Amen.